Welkom bij deze screencast waar we kijken naar een rechthoekige driehoek met 45 graden. Laten we beginnen met de eenheidscirkel. Een stukje ervan. 1, 0, 1. Dat betekent een hoek van 45 graden. 45 graden. Maken we een rechthoekige driehoek met een loodlijntje. En dan weten we dat deze lengte is 1. Nou, ik weet ook bij 45, stel dat dit x is, dan is deze lengte even groot. En dat is ook bijzonder van die hoek van 45 graden. Nou, als ik nou die lengte x wil weten, kan ik eenvoudig de stelling van Pythagoras gebruiken. Oftewel x kwadraat plus x kwadraat is 1 in het kwadraat. 2x kwadraat is 1. Oftewel x kwadraat is een half. Nou, dan ben ik geïnteresseerd in x. Nou, dan doe ik de wortel van een half. Dan mag ik die splitsen in wortel 1 gedeeld door wortel 2 is 1 gedeeld door de wortel van 2. Nou, dan zijn we niet zo enthousiast over wortels in de noemer, dus wat doen we dan? Nou, vermenigvuldigen we tellen en noemen met wortel 2. Dat mag, hè, want uiteindelijk is dit niks anders dan het getal 1. En dan krijg ik wortel 2 gedeeld door 2, oftewel een half wortel 2. Je zou dus kunnen zeggen dat die x, in ons geval de cosinus van 45 graden, is een half wortel 2. Dan denk je misschien, hé, de cosinus is toch de aanliggende gedeelte de schuine? Dat klopt, maar de schuine heeft een lengte van 1. Als ik kies door 1 deel, blijft dat eigenlijk hetzelfde. Oké, en de sinus van 45 is natuurlijk ook een half wortel 2. Nou willen we graag de verhoudingen weten. Nou, de verhoudingen zijn dus een half wortel 2, een half wortel 2, 1. Ja, nou dat onthoudt niet zo makkelijk. Dus als we nou alles vermenigvuldigen met wortel 2, dan krijgen we een half keer wortel 2 keer wortel 2. Dat is natuurlijk 2. Dan krijg ik een half keer wortel 2 keer wortel 2. En dan krijg ik wortel 2. Nou, 2 keer een half is 1, dus ik krijg 1, 1, wortel 2. Nou, en dat is voor de meeste mensen nog wel te onthouden. Dat zijn de verhoudingen in een rechthoekige driehoek met een hoek van 45 graden. Bedankt voor het kijken.